omdat ik verdriet heb en pijn heb en een pijn waar geen pil voor is, geen pleister op kan plakken. Gewoon pijn van het leven van nu. Trudy Lensing woont in een zorginstelling in Hilversum. Ze is blij met alle hulp die ze krijgt, maar volgens haar is er flink wat mis in de zorg. Concreet binnen de aandacht die de mensen nodig hebben. Dagbestedingen die helemaal wegbezuinigd zijn. Waarom moet ik van morgen zeven tot s'avonds dat ik naar bed ga... zitten hangen achter de geraniums, letterlijk en figuurlijk... omdat er niks meer is? Dat maakt triest. Trudy is halfzijdig verlamd en was dolblij toen ze in deze instelling terecht kon. En nu, vier jaar later... Zijn de dagen dat ik denk, zou op mijn blote knieën naar huis willen kruipen? Ik wil niks over onze meiden en jongens zeggen, want ik ben hartstikke blij met ze. Maar ik wil wel van die pijn af, van wat ik om me heen zie, elke dag als ik opsta. Sorry jongens, dat kan niet gedoest worden. We staan maar met z'n drieën. En hoe boos maakt het u? Boos, niet machteloos. Machteloos en verdrietig. Mijn tranen zitten echt hier. Voor Trudy is de maat dus vol. En daarom wil ze graag een keer afspreken met Mark Rutte. Kom eens even bij me langs. Laten we eens even gezellig letsen met z'n tweeën. Maar dan wel to the point komen. En als u kijkt naar uw eigen behoeftes en die van uw medebewoners, wat zou u graag vaker willen? Vaker naar buiten, vaker douchen? Mensen aan het bed. Dat zou ik willen. Werkbare omgeving voor mijn meisjes en jongens. Want ze doen het zo goed. En daarom heeft ze een duidelijke boodschap aan de politiek. Ik wil dat het de personen die het aangaat, eens goed in hun oren knopen om te gaan regeren met hun hart in plaats van met de portemonnee. Niet alleen praten, maar ook eens echt doen.